voordat ik de video ga beginnen, ik weet dat ik weer al een tijd niet heb geüpload. En het staat een soort van titel en dat is gewoon, ja, puur door deze. Dit is Pokémon Sun, het nieuwe Pokémon speltje. Ik heb het spel nu 5 dagen, ik heb er 30 uur op. Seems legit. En ik heb blijkbaar een fanversie gekocht. En we zullen eens zien wat in de fanversie zit. Oké, het normale doosje. En de steel case van de game. Iemand door je alstublieft die scherp wil stellen. Just look how beautiful it is. Oh my gosh. Ik zal het eens omdraaien. Oh. Oké, ja, dat is niet mooi. Dus ja, dat gaat dus gewoon terug de doos in. Want wij gaan vandaag iets anders doen. Maar wat wij vandaag gaan doen, wij gaan in zo'n goed mogelijke tijd de 151 originele Pokémon raden. Dus hier zie je het beeld. Ja, ik heb echt wel een heel mooie layout gemaakt, I know. Dus je hebt 12 minuten en dan moet je zo snel mogelijk alle Pokémon's raden. En dit is gewoon de test om te kijken of ik een echte Pokémon fan ben of niet. Dus am I ready? Yes, I am ready. 3, 2, 1, go. Bul, we beginnen met Bulbasaur. Veen, nee, dat zit, ja, maakt niet uit. Eevee, Sar. Squirtle. Wartortle. Blastoise. Charmander. Ah, oké. Charmeleon. Of Charmeleon. Ja, de uitspraak zal niet altijd juist zijn. Maakt niet zoveel uit. Rattata. Raticate. Beedrill. Zo, wacht. Uh-oh. Ah, met, ja. Weedle. Metapod. Caterpie. Butterfree. Welke nog? Hoe noemde die nummer 14? Oh, dat moet ik echt wel weten eigenlijk. Metapod, wat is die andere ook alweer? Ja, maakt niet uit. Pidgeotto. Ja, ik wou eigenlijk Pidgeotto schrijven, maar oké. Pidgeotto. Kakuna. Ja, ik heb hem. Oké. Okay. Tentacruel. Primeape. Ja, die kwam gewoon random in me op. Porygon. Electrobus. Electrobus. Bus. Oké, okay, nee. Magmar. Mew. Of, en Mewtwo. Articuno. Ah jongen. Zapdos. Wie nog? Moltres. Oké. Wie hebben we nog? Ja. Pikachu. Raichu. Ja. Bellsprout. Bellsprout. Oh my god. Weeping Bell. Victory Bell. Nocto? Nee, die had, ja, Gen 2. Oh my god. Ja, ik wist dat ik dat fout ging schrijven. Oké, dat kan toch niet dat ik er geen meer weet. Vulpix. Waarom is dat? Ninetales. Nog een water. Dugong. Seal. Hoeveel heb ik er? Oh my god, ik heb nog maar een vijfde. Het zijn er. Executor. Nee. Executor. Oh my god, waarom kan ik niet schrijven? Eevee. Vaporeon. Ja, die kent iedereen wel. En Flareon. Volteon. Volteon. Oh, Jolteon. Jolteon. Oh my god. Wat hebben we nog? Oké. Dragonet. Dragonet. Wow. Dragonair. Dratini. Even aan Ash zijn team denken. Oh my god. Ja, Ghastly. Haunter. Ik ga toch wel voor de helft. Hengar. Oh my god, kijk hoe weinig ik nog maar heb. Zubat, juist. Golbat. Ik ken ze allemaal wel, maar ik kan ze niet uit mijn hoofd zeggen, zeg maar. Magnemite.
dat is fout geschreven. Magneton. Oké, dat zijn er weer al een paar. Ah, wacht. Star You. Star Me. Pinsir. Heracross. Ja, die was Gen 2. Ben. Ja, Gen 2. Deze is echt een shame. Ik zal ze eigenlijk allemaal moeten weten. Oké, dat is een beetje overdreven, maar... Oh, Machoke, Machamp en Machop. Ja! Oh, ik heb het, sorry. Oké, bijna in de helft van de tijd en ik heb 61. En ik, ja. Ah ja, ook kon ik die niet onthouden. Graveler, Golem. Hier heb ik ook wel redelijk wat. En daar zijn er wel een paar. Dus Lapras, juist. Lapras. En Tauros. Milk Tank ook, generatie. Ja, generatie 2. Ik zit nog niet eens op de helft. Hoe? Ah ja. Parasect. Oké. Bloom. Oddish. Vilbloem. Ik ben echt een brein aan het graven, niet normaal. Maar deze is wel funny, though. Alleen heb ik wel aids in mijn hoofd aan het krijgen of zo wat. Of, juist. Bonita. Jongen, godver. Rapidash. Oh, ik weet dat er nu zo'n mensen zijn van, allee, hoe kun je die niet weten? Mr. Mime? Oh, ik had nog juist geschreven ook. Dat is nieuw. Ja, er is maar één ghost Pokémon. Flareon, Porygon, Virion, Jolteon. Er zijn sowieso nog water Pokémon. Ik weet dat er echt veel water Pokémon zijn in generatie 1. Ik weet niet. Psyduck en een Golduck, tuurlijk. Is dan. Oké. Welke Pokémon's nog? Dinges. Deze. Oh, Abra. Kadabra. Alakazam. Oh, hier heb ik ook echt wel een hoop, maar ik zou niet weten welke Pokémon dat daar tussen moeten. Ah, Polly. Oh, jongen, het schrijft Polly Whirl. Polly Red. Polly Wag. Oh. Oh, oké, die zitten er ook al in. Oh my god, hoe kon ik die Magikarp, hoe kon ik die nu vergeten? Ah. Exciter, ha. Die wist ik ook nog, juist. Ik wil toch nog de 90, dat is 60%, oké. Nu moet ik echt goed denken. Maar hoe kan ik er zoveel niet weten? Persian. Tuurlijk. Meowth. Fuck, nog twee. Ik ben aan Team Rocket aan het denken. Wacht, even aan een andere genie zoek. Brock, wat had jij? Misty, Erica, Faulkner, nee. Shit. Fuck. Mankey, oh my god, wacht. Dus welke ben ik vergeten? Oh my god, hoe kon ik Diglett en Dugtrio vergeten? Ze zijn zelfs in de nieuwe game en... Oh, hoe kon ik die allemaal vergeten? Oh my god, dat is echt een schande. Grimer en Muk. Hoe kon ik die vergeten? What the fuck? En dat had ik ook helemaal verkeerd. Oh, just tuurlijk. Ditto. Oh my god. Electabuzz, Jink. Ah, man. Dat is echt een schande, hè? Oké, ik weet dat ik nu heel veel Pokémon-fans heb getriggerd, maar het maakt niet uit. Ik ben ook van plan om een Pokémon-let's play te gaan doen. En dat gaat oftewel Pokémon Yellow, of Pokémon Blue of Pokémon Red zijn. En er gaat de straw poll in de beschrijving staan. En welke Pokémon het u leukst lijkt om te let's playen, die ga ik dan let's playen. Dus ja, maar eerst ga ik Outlast afmaken.
En Half-Life. En Minecraft Story Mode, dus dat kan echt wel nog een tijd duren. Maar dat maakt niet uit. Dus vond je het heel leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer je de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg, ciao.